Welkom allemaal bij de laatste Studium Generale van dit najaarsseizoen. Precies tussen de roomboterletter van Sinterklaas en de ananas bavarois van Kerst in. En daarna komen natuurlijk nog de oliebollen. En het leek ons heel erg leuk om het vanavond over diëten te hebben. En nu kun je diëten volgen om af te vallen of juist om aan te sterken of om gezonder te worden. Bij heel veel van die diëten is het zo dat ze wonderen beloven. Dus eet geen vet meer en nou, je wordt zo slank als een dennetje. Laat alle brood staan en nou, er gebeuren andere wonderen. Of ga eten als een holbewoner, zoals de mensen dat vroeger deden. Die wilde zwijnen naar hun hol sleepten. Nou, heel veel van die wonderen bestaan natuurlijk niet. En daarom hebben we vanavond twee vrouwen uitgenodigd die allebei alles weten van eten. Ze hebben allebei gestudeerd aan de Wageningen Universiteit. En zij gaan vertellen wat de wetenschappelijke kant achter eten en drinken is. Manon van Eijsten is de eerste spreekster. Ze gaan trouwens allebei om en om spreken. Manon van Eijsten is voedingskundige en epidemioloog. En Michelle van Roost is levensmiddelentechnoloog. Ze hebben samen een bureau in voedingsadviezen. Ze schreven ook dit boek Wegwijs in de voedingsjungle. Dat is met name gericht op adviezen, voedingsadviezen voor kinderen. Na hun beide verhalen is het zoals gebruikelijk aan jullie. Jullie mogen hen vragen stellen. En dan ongeveer om 9:50 hebben we nog een verrassing. Maar eerst laten wij ons graag wegwijs maken in de voedingsjungle door Manon en Michelle. Aan jullie het woord. Dank u wel. Nou, goedenavond allemaal en ontzettend leuk dat wij hier ons verhaal mogen doen over dieethypes en wat is nu eigenlijk gezond om te eten. Nou, Hiska heeft ons eigenlijk al heel erg geïntroduceerd, dus ik ga er ook niet heel lang op in. Wie kent ons boek eigenlijk? Van hier zit wel eens van gehoord? Eentje. Nou, gaat van nee, u hoeft het absoluut niet, absoluut niet te lezen hoor. Maar even misschien heel kort de achtergrond wat wij doen als voedingsjungle. Wij vertalen eigenlijk de wetenschap naar de praktijk. Weet je, voedingsrichtlijnen en voedingsadvies zijn allemaal heel leuk en aardig. Maar als je het niet gewoon thuis aan tafel haalbaar maakt, ja, dan heb je er uiteindelijk niks aan. En dat is eigenlijk wat we doen met voedingsjungle. Dat is de basis van voedingsjungle. Ja, en daar kunnen we nog van alles over vertellen. Maar eigenlijk wat onze meest wordt gevraagd is... wat onze guilty pleasures zijn. Of wij wel ongezond wel eens eten. Of hoe dat nou bij ons thuis gaat. We hebben alle twee kinderen. In de leeftijd van 4 tot 11. En ja, tuurlijk wordt er bij ons nog wel eens wat gesnoept en wat dan ook. Manon die houdt enorm van chips. Echt, als je met een bakje chips in een kamer staat, dan... je kan me er niet s'nachts voor wakker maken. Nee, dat niet. Dat vind ik net niet. Ja, en ik hou heel erg van nougatti. En dat, dat is harde nougat, komt uit België. Ik weet niet, kent iemand nougatti hier? Maar je kan ze niet in Nederland kopen, dat is ook heel fijn. Dus mijn moeder stopt ze af en toe in mijn tas. Hiska heeft net mijn laatste gehad. Die is ook bijna zeg maar, op de datum. Want het is ook echt heel spaarzaam dan elke keer weer, als ik ze weer krijg. Maar als je een keer in België bent, koop ze een keer. Bij de grens kan je ze al kopen, bij de benzinepomp, alleen dan de grote. Maar super lekker. Maar even nu iets over jullie eigenlijk. Wie doet er hier beroepsmatig iets met voeding? Kunnen jullie handen opsteken? Of is iemand... Wat doet u? Huisarts. Ja, dat zit natuurlijk ook dicht bij met voeding te maken. Kent u elkaar, Hiska en... Niet de huisarts? Oké. <Okay. laughs> Even benieuwd. Zijn er nog meer mensen die met voeding iets doen, beroepsmatig? Wat doet u? Ik geef gezondheidszorg en welzijn. En daar zit voeding mee. Ja, wat leuk. Ja. Nou, ik hoop dat we jullie ook nog iets nieuws kunnen vertellen. Ja, diëten. En wie van u heeft wel eens een dieet gevolgd? Zou ik dat mogen vragen? Nou, dat is toch wel...
Zal meer. En wat voor soort dieet? Heeft iemand wel eens het brooddieet gevolgd, bijvoorbeeld? Ja? Intermittent fasting, wie kent dat? Wie heeft er ook gedaan? Of ja? Oké. En Montagnac? Montagnac dieet? Ook een paar. En het Sonja Bakker dieet? Wie kent Sonja Bakker? Ja, allemaal wel, hè? Toch beperkt, zeg maar, qua... Nou, veel verschillende diëten dus. En dat is wel leuk, want jullie doen goed mee met de handen opsteken. We houden wel een beetje van de beweging. En we zijn een beetje gaan kijken van hoeveel diëten, wat er nou allemaal is en wat ons opviel, zeg maar. Ik ga jullie 4 diëten laten zien. En nou, 1 van deze diëten bestaat niet. Appeltje eitje, toch? Ik ga ze eerst even doorlopen, vertel ik ook wat het is. En daarna wil ik eigenlijk een beetje van jullie horen. En dan kan je gewoon de letter zeggen en dan horen we wel een beetje welke kant het op grondt. Dan welke er niet bestaat. Nou, de eerste is het, hier heb ik op geoefend, het Kangaroo-tiaans dieet uit Australië. Nou, je eet vooral vegetarisch als je dit dieet volgt, met af en toe een stukje vlees. Maar ja, dat is dus dan echt het kangaroo-vlees. Bekend bij jullie? Ja, het zou hem kunnen zijn. Het numerologie-dieet. Baseert de inname van calorieën op de basis van je geboortedatum in combinatie met je maankalender. Het cookie-dieet, een energiebeperkt dieet op basis van eiwitrijke koekjes. En die vervangen dan het ontbijt en de lunch. He, dus alle twee zo'n 5 tot 7 stuks. En daarna een simpel avondmaal. Dat kan een thuisbereide maaltijd zijn, maar dat kan ook een in het pakket verzorgde maaltijd zijn. En het ademhalingsdieet, een dieet eigenlijk zonder eten en drinken. De meest extreme vorm is ook zonder water. Dus op basis van ademhaling en zonlicht. Ja, hebben jullie hem? Welk dieet zou er niet bestaan? Ik ga ze toch even af. Wie denkt er A? Oké, wie denkt er B? Kleiner groepje. Oh, er zijn best wel veel mensen die denken dat het bestaat. Het cookie dieet... Ja, ook een klein clubje. En het ademhalingsdieet. Grotere club. Het numerologie-dieet. Dat is gewoon verzonnen. De rest kun je nazoeken op Wikipedia. Maar dan de Engelse termen. In het Nederlands doet dat wat minder. En het ademhalingsdieet. Ja, daar stond ook iets. Ja, zo'n opmerking bij. Van ja, de mensen die het gevolgd hebben. Kunnen het ook niet allemaal meer vertellen. Dus ja, ik zou zeggen, pin mij er niet op vast, maar Wikipedia wel. Nou, al die diëten, hoe zit het dan met dieetboeken? Wie heeft er wel eens een dieetboek gekocht? Oké, klein groepje. Heeft u enig idee, we hebben even een zoektocht gedaan op bol.com. Heeft u enig idee hoeveel dieetboeken er te koop zijn? Is dat 100? Hoger? 500? 1500 hoor ik? Nou... Wij kregen 1435 resultaten als je dus gewoon bij bol.com gaat zoeken op dieetboeken. En dat is eigenlijk wel interessant, hè? Want als diëten zouden werken, waarom zouden er dan eigenlijk zoveel dieetboeken bestaan? Want dan zou uiteindelijk altijd al een dieet zijn geweest die gewoon werkt. En dan heb je geen nieuwe boeken nodig. Nou ja, weet je, elk dieet werkt natuurlijk. Tijdelijk. Het werkt omdat je bewust bezig bent met wat je aan het eten bent. En het maakt dan niet eens zoveel uit wat je eet. Maar door die bewustheid, door echt te kijken wat schep ik op en hoeveel eet ik, daar echt bewust mee bezig zijn, gaat het werken. Maar ja, uiteindelijk geldt vrijwel altijd bij diëten, je komt ook weer aan. En hoe dat zit, dat heeft te maken met ons lichaam. Dit is onderzocht door Kevin Ho. Een onderzoeker in Amerika. En hij heeft gekeken, ja, hoe zit het nou met je lichaam? Hoe reageert hij op zo'n dieet? Nou, ons lichaam wil eigenlijk altijd weer terug naar de gebruikelijke staat. Dus als je een bepaald energielevel had van je inname en je verbruik, wil je lichaam daar eigenlijk naartoe weer terug. Dus in het begin lukt het echt wel om minder te eten en af te vallen. Maar op een gegeven moment krijg je toch weer zoveel trek en honger, omdat gewoon puur vanuit je lichaam, dat je toch weer meer gaat eten. En dat is heel lastig om vol te houden dan zo'n dieet.
Ja, dus wat dan? Nou ja, als je dan even googelt en bij het voedingscentrum uitkomt, wat op zich een hele goede bron is natuurlijk. Zij zeggen van ja, diëten, hè, dat kun je vergeten, of crashdiëten kun je beter vergeten. Liever een verantwoord eetpatroon, dat is het advies. Dus wil je eigenlijk of een gezond gewicht behouden, of een gezonder lichaam, of wat kilo's kwijt, hè, ga dan in ieder geval naar het verantwoorde eetpatroon. Maar ja, wat is dat dan? Iemand een idee wat een verantwoord eetpatroon is? Iets harder? Variatie hoor ik, ja? Regelmatig vasten. Niet te veel. Zonder zakjes en pakjes. Ik hoor een Karen Luiten. Ja, hartstikke mooi. We hebben even wat dingen op een rijtje gezet, maar dat is hier natuurlijk behoorlijk in lijn mee. In ieder geval het wat eet je. Daar komen we zo meteen op terug. Hoe vaak eet je? Hoe bewust eet je? Maar ook hoeveel je eet heeft van invloed, is van invloed en hoe snel je eet. En met hoe snel je eet, daar gaan we eens mee beginnen. Als je nou even denkt hè, naar producten, zeg maar, als je iets eet, dus aan voedingsmiddelen. Wanneer zou je nou sneller energie binnenkrijgen? Is dat met vaste voeding of met vloeibare voeding? Als je dat per minuut gaat tellen, zeg maar, een tellertje laat lopen. Vloeibaar. Vast hoor ik ook. Even handen voor vast. De minderheid. En vloeibaar? Ja, ik denk of heel veel mensen zijn neutraal, dat kan natuurlijk ook, maar dat is niet het geval. En hoeveel energie zou dat nou per minuut kunnen leveren? Nou, laten we even voor vloeibaar gaan, want daar waren de meeste handen voor. Hoeveel zou dat nou het meeste ongeveer kunnen leveren per minuut? Voeding. Iemand in kilocalorieën, druk wat uit. Durft iemand een getal te roepen? Wat hoorde ik? 250 en ik hoor 50. Klopt dat? Nou, we gaan het eens even bekijken. Als je kijkt, er is onderzoek naar gedaan in Wageningen Universiteit. Door Frans. Door Kees de Graaf en zijn collega's. En ze hebben bijvoorbeeld gekeken hoe snel je een gehaktbal en een plak cake kan eten. Dus ongeveer normale eetsnelheid is dat 155 kilocal per minuut. Dus een saaisbroodje, dat gaat al iets sneller naar binnen, namelijk 180 kilocal per minuut. En dan komen bij de vloeibare dranken, ze hebben ook gekeken naar appelsap, 300 kilocal per minuut. Maar heb je energie nodig, moet je echt even bijtanken, snel. Chocolademelk, 420 kilocal per minuut. Als je daar even op door gaat rekenen, in 5 minuten heeft een vrouw al meer dan de dagelijkse inname. Een gemiddelde vrouw van zo'n 1,70 meter. Kan ze dat naar binnen tanken? Nou, hoe zit het nou eigenlijk? Om het uit te leggen dat verhaal daarachter, willen we jullie een filmpje laten zien. En daarna komt de uitleg. Thank you.
was Guido Kamps. Die heeft voor zijn promotieonderzoek gekeken naar eetsnelheid. En hij heeft zichzelf ook als proefkonijn opgesteld. Hij heeft dus 1 kilogram druiven. Heeft hij gemixt door de geblender en gekeken van hoe snel eet ik dat. Nou, dat was 1,5 minuut. En hij heeft ook diezelfde kilo, of in ieder geval een tweede kilo druiven, niet diezelfde. Heeft hij ook gegeten, een andere dag trouwens. Hij heeft wel hetzelfde shirt aan, maar het was een andere dag. En gekeken hoe snel hij dat kon eten. En dat was 19 minuten. En nou ja, we hebben hem ook daarover gesproken. Van nou ja, hoe voelde je daarna? Wat heb je gedaan? Hoe ging dat? Nou, hij is sowieso meteen gaan sporten daarna, omdat hij zich niet helemaal fijn daarna voelde. Maar dat ging heel helemaal prima. Alleen hij vertelde, van, nou, ze hadden de druiven gekocht in het seizoen wat buiten het druivenseizoen was. Dus die druiven waren al niet de allerlekkerste druiven. En hij zei, op een gegeven moment ging het kauwen, het eten ging me echt tegenstaan. De smaak ging me tegenstaan, de zoetheid ging me tegenstaan. De natte kledder op mijn tong elke keer als ik een druif, mijn kaken deden pijn. Ik kreeg, op een gegeven moment zie je ook zijn hoofd zo even heen en weer, zeg maar, dat hij echt zijn hele lijf gaat in de verzet. Houding van nee, doe niet, stop. Dus je lijf is gewoon een stuk bewuster van als je eet, zeg maar, als je koudt, dat er energie binnenkomt en dat het wel een keertje welletjes is. Dan als je drinkt, dat gaat gewoon veel te snel. Dus je lijf heeft helemaal niet de tijd om dat signaal van jongens, we zitten vol, ja, om dat vanuit je maag naar je hersenen door te geven. Die tijd is er niet. En dat heb je dus wel als je gewoon koudt en dat bewust meemaakt. Dus dat is in ieder geval een hele belangrijke cue. Dat eetsnelheid heel erg belangrijk is. Wil je een gezond, verantwoord dieet hebben? Ja, dus met vloeibaar voedsel kan je in best wel hele snelle, korte periode heel veel calorieën tot je nemen. Hoe zit het met vast voedsel? U ziet hier twee dagmenu's eigenlijk. Wie denkt dat er een verschil zit in de hoeveelheid calorieën? Wie zou verwachten dat links de meeste calorieën bevat? En rechts? En de rest denkt hetzelfde? Ja, ik heb het natuurlijk al een beetje verklapt met mijn hoe ik de vraag stel, maar het is exact hetzelfde hoeveelheid kilocal die in deze twee dagmenu's zitten. Maar hoeveelheid eten, ja, die heb je natuurlijk binnen no time naar binnen gewerkt, hè? Terwijl je rechts waarschijnlijk toch een stuk langer moet kauwen en er veel langer over doet. En dat is dus ook weer onderzocht door diezelfde meneer Hall. Die heeft eigenlijk een groep proefpersonen verdeeld in twee groepen. Eén groep die kreeg een hele tijd lang elke dag ultra processed, dus de ultra bewerkte voedingsmiddelen aangeboden. De andere groep kreeg onbewerkte voedingsmiddelen of zoveel mogelijk onbewerkte voedingsmiddelen. Die overigens verder helemaal gelijk waren, die twee diëten, qua hoeveelheid calorieën, qua hoeveelheid suiker, vezels en andere nutriënten. En wat daar heel duidelijk te zien was, even kijken of de pointer, is dat de hoeveelheid die mensen aten van dat ultra bewerkte voedsel, van het voedsel dat je dus eigenlijk heel snel naar binnen kan werken, was veel groter. En daarmee kwamen die mensen ook veel meer aan. Dat zie je hier ook, hè. Dus die hoeveelheid die per minuut naar binnen werd gewerkt van dat ultra bewerkte voedsel was veel hoger dan wat, en kilocal ook, dan bij dat onbewerkte voedsel. Dus bij het vorige plaatje zag u, a calorie is not a calorie. Het maakt dus heel erg uit wat voor voedsel die calorie komt. Je eet uiteindelijk relatief minder van voedsel waar je langer op moet kauwen, waar je meer verzadigd van voelt. Dus minder van die onbewerkte voedingsmiddelen dan van al die hele ultra bewerkte voedingsmiddelen. Nou, dus we hebben het net gehad over hoe snel je eet. Nu ook hoeveel je eet. Dat zit hier ook nog bij. Hoeveel je eet, daar gaan we het nu over hebben. Sorry, ik moest even nadenken. Bruggetje, maar inderdaad wat Manon zegt, hè, die ultra high processed foods. Hè, dat zijn de chips, de hamburgers, de frietjes. Nou ja, dan eet je dus lekker snel, lekker veel in één portie naar binnen. Maar de porties zijn de afgelopen jaren ook enorm vergroot. Dus je hebt het eigenlijk niet door. Dus met de hamburger die je nu eet, of het frietje wat je nu eet, of die zakken chips zijn ook groter geworden. Eet je dus, als je die verpakking leeg eet, of die portie leeg eet, krijg je dus ook al meteen meer naar binnen.
Nou ja, dat is buitenhuizen. Maar binnenhuis kan dat ook het geval zijn. Je ziet twee boterhammen. Zoek het verschil, zet eronder. Zit hier verschil tussen, denken jullie, of niet? Ene boterham is groter. Schijfjes zijn dikker. Ja, nou inderdaad. De linker boterham pindakaas met banaan geeft 210 kilocalorieën. Die rechter boterham 330 kilocalorieën per boterham. Dus het maakt echt uit, zeg maar. Dat komt, het brood is alle twee hetzelfde en even dik. Maar het is de dikte van de laag pindakaas. Die bepaalt eigenlijk, die meeste energie eraan geeft. En daarnaast dus ook de hoeveelheid banaan. Nou, met pindakaas en banaan is helemaal niet zoveel mis. En met een boterham ook niet. Maar het is wel goed om even te bedenken dat dus een dikke of een dunne laag, hè, geeft goede voedingsstoffen. Maar misschien is het wel iets te veel van de goede voedingsstoffen die je dan in één boterham naar binnen werkt. Als je misschien meer boterham eet. Dus ja, voor u thuis, de tip, hè, Manon vertelde het al, van we willen het graag voor jullie ook praktisch maken. Als je zelf je brood belegt en smeert, hoe dik belegt u dat eigenlijk? En wat vindt u daarvan? Dus als je ook meer energie moet binnenkrijgen, dan zou je ook die boterham bijvoorbeeld wat dikker kunnen beleggen als dat een punt is bij jullie. En juist de omgekeerde kant zou dat misschien wat dunner kunnen. Nou ja, daarnaast ook, in mijn huis, ik heb nu twee tieners en nog eentje net eronder. En zij gaan nu al op de basisschool, ze hebben zakgeld en ze mogen gewoon de stad in om wat leuks te kopen of iets, hè, voor opdracht nu voor surprises. Maar ze hangen dus nu al in de Mac. En ja, dan heb ik het over iemand van 10 en iemand van 11, mijn kinderen. En dan kan je open kijken van wat kies je dan eigenlijk? Nou ja, hier zie je een keuze. Een van de twee zou dat wel op kunnen, denk ik. En nou ja, dat is wel een grote hoeveelheid energie. En als je dan kijkt van welke keuzes je ook zou kunnen maken, misschien wat minder spannend, ook een stuk minder energie. En als je kijkt dan naar het verschil, hè, het scheelt, het ene is wel drie keer zoveel als het andere. En als het dan voor een maaltijd is, dan is het nog iets anders, hè, dan als een tussendoortje. Maar ja, voor een kinderlijfje, als ik zie wie daar allemaal in die Mac rondhangt, dan is het toch wel eens goed om daar eens over na te denken. Van hey, weet je, is een McFlurry wel zo'n goed tussendoortje voor een 10 of 11-jarige mupke? Ja. Ja, portiegrootte is natuurlijk één aspect van hoeveel je eet, maar ook eigenlijk welke keuze heb je of hoeveel keuze heb je. Dit is een onderzoek uitgevoerd al in 1981, waarbij studenten kregen ofwel één soort boterham aangeboden, een belegde boterham, ofwel vier soorten belegde boterhammen. En wat je ziet hier, wat je ziet hier is dat als ze meer soorten brood krijgen aangeboden, gaan ze ook vanzelf meer eten, want ze hebben meer keus. De levensmiddelenindustrie speelt daar natuurlijk onwijs goed op in. Weet je, als er maar één kleur M&M's waren geweest, ja, dan waren we op een gegeven moment wel klaar mee. Maar wat doen de M&M's? We doen heel veel kleurtjes, want we willen eigenlijk van al die kleurtjes wel wat proeven. Dat maakt het juist zo leuk. En ze zijn eigenlijk nog slimmer geweest door ook nog eens verschillende texturen te pakken. Dus je hebt M&M's met pinda, je hebt ook de crunchy M&M's. Nou ja, helemaal fantastisch natuurlijk als je die in één zak hebt met al die verschillende kleurtjes. Ja, daar blijf je wel lekker van eten. Het is niet alleen de M&M's, hè. We hebben het natuurlijk ook al met een doosje bonbons met verschillende bonbonnetjes. De chipsfabrikanten hebben het ook ontdekt. Ze hebben nu chipszakken met verschillende soorten chips erin. Ook natuurlijk super fijn om van alle chips wat te proeven. De celebrations, het bittergarnituur bij de bol, juist al die verschillende lekkere hapjes zorgt ervoor dat je blijft eten. Het kan je natuurlijk ook omkeren, hè, voor jezelf thuis. Weet je, als je weet dat je snel in de verleiding komt, kan je natuurlijk ook zelf ervoor kiezen om net wat minder variatie aan hapjes neer te zetten. Of gewoon al bij de ontbijttafel, weet je, niet al die verschillende belegkeuzes, maar misschien maar drie. Want naarmate je dus minder verschil in smaken hebt, meer monotone smaken, ga je eigenlijk al wat minder eten ervan.
En dat is ook de reden dat al die speciale diëten vaak werken. Hè? Dat brooddieet, dus dat je de ene dag mag gewoon eten wat je wil eten. De andere dag alleen maar brood. Ja, van de hele dag alleen maar brood eten. Op een gegeven moment ben je er wel klaar mee. Je gaat gewoon minder eten, dus val je af. Het sherry-dieet. Bij elke maaltijd een glas sherry. Ja, op een gegeven moment ben je er ook wel klaar mee. Montignac zijn bepaalde combi's, hè, die wel of niet mogen. Dus eigenlijk ben je ook weer beperkt in je keuze. Dus je gaat automatisch minder eten. Je zou zelfs kunnen zeggen dat een suikerdieet werkt. Martijn Catan heeft een keer een lezing gegeven waarin hij heel mooi het suikerdieet promoten. Als grapje natuurlijk. Weet je, doe over alles wat je eet een flinke schep suiker. Nou ja, op een gegeven moment ga je echt wel stoppen met eten, want het smaakt gewoon niet meer. En dat geldt natuurlijk ook buitenshuis. Je binnenshuis kan je dus zelf nog die variatie kiezen. Maar buitenshuis ga je naar een buffet. Ja, dat doen ze om een reden natuurlijk zo. Hè? Al die variatie. Je wil van alles wat proeven. En je gaat telkens terug en je wil iets eten. Dus wat kan je dan zelf doen als je toch snel in die verleiding komt? Nou ja, behalve dus zorgen dat er niet zoveel variatie is, maar er is ook onderzoek geweest dat het ook werkt om echt wel wat afstand te nemen, wat afstand tot het buffet, dus dat je toch een behoorlijk eind moet lopen voordat je weer iets nieuws kan pakken. Wat afstand tot die schaal met chips, et cetera. Op die manier hebben ze onderzocht, dat kun je ook nalezen in het boek, het is een boekje van het voedingscentrum, dat mensen dan toch echt minder gaan eten van al dat lekkers wat voor hun staat. Dus als je morgen weer naar werk gaat en die snoeppot die staat op het bureau, zet hem dan misschien even net op het bureau verder. Dan kan het je toch even schelen. Nou, hoe bewust eet je? Dat is ook een onderzoek van het voedingscentrum. Afgelopen december hebben ze dat gepubliceerd of uitgebracht over bewust eten. En daaruit kwam in ieder geval dat we met z'n allen bewuster zijn gaan eten. Of in ieder geval zeggen dat we bewuster zijn gaan eten. Dat kan natuurlijk ook, hè, dat we meer kennis hebben opgedaan. En dan vooral met het avondeten, dan eten we bewuster met aandacht vaker aan tafel. Daarna ook met de lunch, zeg maar, wat vaker aan tafel, ontbijt het minst, dat moet het snelst. Hè. Het maakt uit of je kinderen hebt of niet, want dan vind je het wel een stuk belangrijker dat het allemaal heel bewust gaat. Of de generatie 55 plus en daarboven, zeg maar, daar zagen ze ook een verschil, dus de mensen daarmee wat bewuster waren. Dus we zien ook dat we allemaal verschillende activiteiten hebben. En het is ook best moeilijk om bewust te eten eigenlijk. Want er zijn zoveel afleidingen. Er is televisie, maar er is natuurlijk ook een tablet. Zijn er nu telefoons. Nou ja, iedereen heeft die apparaten wel in huis ergens. En overal gaat er wel eens een piepje af. En ja, nou ja, het is dan goed om daar even te beseffen van hey, nu gaan we eten. En nu is het gewoon even dat moment daar. Met de lunch, dat kan je bijvoorbeeld doen met collega's. Kan je ook doen, zeg maar, tv kijkend of lunchwandelend. Wie doet er wel eens een lunchwandelingetje? Ja, toch wel een aantal. En tv kijken, gebeurt dat hier wel eens op een scherm kijken? Iets bewegends, in ieder geval digitaal, tijdens de lunch? Ja, heel eerlijk, heel menselijk. En kletsen met collega's, elkaar even opzoeken, even aan tafel. Ja, ook een aantal. Wat zou nou het gezond zijn? Wie denkt lunchwandelen? Zou dat het gezond zijn? Ja, tv kijken ondertussen. Zou dat gezond zijn? Kletsen met collega's? Nou, dat is in ieder geval heel gezellig en heel sociaal. En we hebben gekeken even naar onderzoek en het antwoord is niet echt wat het gezondst is. Het gaat meer richting bewust eten. En wat we zien dat mensen die bewust eten, daar heb je een speciale naam voor. Je kan mensen in bepaalde groepen stoppen hoe zij tegen eten aankijken. Of ze lijngericht zijn, of ze veel met de lijn bezig zijn, of ze bewust eten. Zo heb je nog mensen die heel erg geprikkeld worden door eten en daardoor snel gaan eten. Maar de mensen die heel erg bewust zijn met eten, die dus juist zichzelf regelmatig wat ontzeggen omdat het niet gezond is en daar goed naar kijken. Als je die op lunchwandeling uitstuurt of een wandeling geeft en wat te eten geeft en ze komen terug,
dan is het eigenlijk de groep die daarna het zegt van, hey, ik heb nu echt wel bewogen, nu mag ik echt wat eten. Dus dat is de groep dus die daarna, het is een klein onderzoekje hoor, maar die zegt van, oh, nu heb ik het wel verdiend. Dus nu mag ik wat meer lekkers of wat meer extra's. En die, dat was een kleine groep van, maar het is wel vaker onderzocht. Als je dus tv kijkt of klets met collega's, dan heb je dus blijkbaar niet dat gevoel van rechtvaardiging van, nou, nu heb ik het wel verdiend. En dan laat je dat blijkbaar wat sneller staan. Nu zeggen wij niet van je moet nooit meer gaan lunchen, wandelen, helemaal niet. Maar het wel het grappige is wat soms dingen met je doen. Hè? Dat je dus bijvoorbeeld lekker gaat hardlopen. En dat je nadenkt, oh, nu mag ik wel even wat lekkers. Weet je? Dat waar je normaal misschien nooit als je in de ochtend hardloopt en dan daarna dus wat lekkers neemt na het hardlopen. Terwijl je eigenlijk normaal nooit wat in de ochtend snoept. Of mensen die dan 's avonds gaan sporten en dan daarna nog even naar de kantine even dat biertje, want dat heb ik verdiend. Nou, en heel vaak wat er dan gebeurt, is dat je dan daarna meer kilocalorieën inneemt dan dat je eigenlijk hebt verbrand. Maar het is wel goed dat je bewogen hebt, dat wel. Dat is belangrijk. Heel belangrijk. Ja. Nou, we hebben hoe snel eet je, hoeveel eet je, hoe bewust eet je gehad. Hoe vaak eet je is ook een aspect. Hoe vaak op een dag vindt u dat we zouden moeten eten? De roep is een getal. Ik hoor 5, ik hoor 6, ik hoor 7. 2, 3. Oké. Nou, laten we eens even kijken wat het voedingscentrum adviseert. Het voedingscentrum adviseert niet meer dan 7 eetmomenten op een dag. En dat is eigenlijk vooral vanwege onze tanden. Weet je, op het moment, elke keer dat je iets eet of drinkt, dan komt er een zuuraanval op je tanden. En je wil eigenlijk je tanden na het eten of drinken wat rust gunnen. Maar hoe zit het dan met ons lijf? Is 7 keer eten op een dag, is dat dan goed voor ons lijf? Nou, eigenlijk als je de onderzoeken bekijkt, we kunnen het niet heel hard zeggen of wat nou goed is, hoeveel eetmomenten wel of niet goed is, maar het is wel steeds duidelijker als we kijken naar alle fysiologische processen in ons lichaam, dat bijna alles circadiaan, dus dag-nachtritme volgt. En dat er ook zeg maar ritmes zijn in hoe ons lichaam omgaat met metabole processen. En het wordt ook wel duidelijk, onder andere uit onderzoek zoals hier is gedaan, waarin gekeken is naar, nou ja, hoe frequent eet je, dus hoe regelmatig eet je en hoe vaak op een dag. En dan zie je dat de regelmatige eters en niet te vaak op een dag, dat toch beter gaat met alle metabole processen dan wanneer je eigenlijk een beetje continu de hele dag door aan het eten bent. En is natuurlijk op zich ook wel logisch, want we houden als we continu eten ons lichaam alleen maar aan het werk en we hebben niet echt de rust, of het lichaam heeft niet de rust om gewoon alle metabole processen netjes af te maken. Vragen mogen straks. Ja. Dus wat dat betreft, ja, een regelmatig eetritme is in ieder geval wel belangrijk voor ons lichaam. Maar ja, regelmatig of niet, wat eet je dan? Nou ja, daar hebben we in ieder geval in Nederland heel handig die schijf van 5 voor. Dus schijf van 5 is een doorvertaling van de richtlijnen goede voeding. Dus de overheid heeft aan de gezondheidsraad gevraagd van, joh, wat is nu het gezondste om te eten? Dus ze doen daar onderzoek naar en het laatste keer dat het uit is gekomen in 2017... hebben ze gekeken van welke voedingsmiddelen houden ons nu het langst gezond. En dat was ook eigenlijk een hele mooie shift, eigenlijk een mooie ontwikkeling. Dat ze niet meer van nutriënten, van voedingsstoffen alleen maar keken. Hè. Dus niet alleen maar naar die vitamine C of naar die antioxidanten. Maar naar echt voedingsmiddelen, wat dat op je lange termijn voor je doet. En voedingspatronen. En daar zijn hele mooie adviezen uitgekomen. Het is eigenlijk een kleine samenvatting. Die is doorvertaald door het voedingscentrum met de RIVM. Om te kijken van nou, hoeveel moet je dan echt van alles eten om daar dan aan te kunnen voldoen. En dat is die schijf van 5. Bij iedereen bekend, denk ik, toch? Die schijf van 5. Gaan we toch even kijken, zeg maar. Ik laat even 2 producten zien. Dit zijn yo-yo beers. Kan je kopen in een supermarkt. Dat is fruit. Dat fruit is geplukt, gewassen, gedroogd, gesneden, getrokken, gewalst, geperst, nou, gebakken. En uiteindelijk in hele mooie matjes gerold, zeg maar. En dat zit dan in een hele fleurige verpakking. Of je hebt gewoon een sinaasappel, hak je in tweeën door de pers en vers sap. Welke verwacht je dat in een schijf van 5 is? Is dat die yo-yo beers? Of de sap. Wie gaat er voor het rode doosje? Verhanden? Een klein aantal. Waarom denk je dat die erin zit? Meest puur is vaste voeding. Vaste voeding, meest puur. En wie gaat er voor de verse sinaasappelsap? Merendeel?
En waarom denken jullie dat het de sinaasappelsap is? Ja, vers. Nou, ik zou zelf eigenlijk ook voor het glaasje sinaasappelsap vers gaan. Maar die staat wel buiten de schijf. En die jojo-beer staat nu nog in ieder geval binnen de schijf. Dat heeft te maken omdat die schijf van vijf, die richtlijnen daarachter, dat zijn allemaal criteria en allemaal ja, rekensommen geworden, zeg maar, wat er wel in mag en wat er niet mee in mag. Nou ja, de fruit staat erin, gedroogd fruit staat erin. En dus ook rozijnen, hè? Je mag elke dag iets van 20 gram rozijnen, zeg maar, dat is nog binnen de schijf. En die jojo-beers, ja, dat is niks anders eigenlijk dan uiteindelijk gedroogd fruit, hè? Dus zo moet je het dan zien. En je moet erop kauwen, dus vandaar dat die er nog in mocht staan. Nou, pindakaas, wie is er niet groot mee geworden? Links en rechts, ja, gepaneerde visburgers met zo'n lekker krokant laagje. Wie denkt pindakaas in de schijf? Ja, merendeel, of iets meer de helft. Wie denkt de gepaneerde visburger? Een klein aantal, is toch wel leuk dit. Hier zie je de ingrediënten nog even. Pinda's, er zitten pinda's in, vooral pinda's. Wat olie en een klein snufje zout. Namelijk 0,08 gram zout per portie als je er 15 gram op doet. En in de zalmburger zit 0,9 gram zout per portie. Nou, die pindakaas staat er niet meer in. Want de richtlijnen zijn nu tegenwoordig zo dat als je een gezonder product hebt dan die pindakaas, zeg maar, dan gaat die pindakaas eruit en dan gaat het gezondere product. Want we willen met z'n allen zo gezond mogelijk eten. Dat is de gedachte. Dus er is ook pindakaas 100% pindakaas. Daar zit geen zout in. Dus die staat dus wel in de schijf en dat is dan een goed idee. En die zalmburger die staat erin, want er zit 74% zalm in. En we eten met z'n allen in Nederland te weinig vis. Dus het advies is echt om één keer in de week vis te eten. En dat mag dan alle vis zijn als er maar minimaal 70% uit vis bestaat. Nou ja, hoe erg is die 0,8 gram zout per portie? Valt reuze mee. Als je een boterham met kaas doet, 30 plus kaas, dat ook in de schijf. Alleen in de kaas al zit 0,35 gram zout per die 20 gram. En vaak doen mensen nog een dikkere plak. Dus dat valt allemaal relatief mee. Dus ja. Met andere woorden is het eigenlijk vanuit de criteria, gebruik eigenlijk ook je gezonde boerenverstand. Ja, dus die schijf die is wel heel handig, hè, om gewoon op globaal niveau te gebruiken, om te kijken hoe kan ik variëren tussen en binnen de vakken van die schijf van vijf. Dus groente, fruit, brood, graanproducten, et cetera. Want dat zorgt er ook weer voor, door juist te variëren tussen al die verschillende vakken, dat je allemaal verschillende voedingsstoffen binnenkrijgt. Want in elk voedingsmiddel zitten eigenlijk weer andere voedingsstoffen. Dus dat is, ja, zo zien wij de schijf van vijf eigenlijk als een tool voor variëren. Daarnaast, eet regelmatig, wat we net al zeiden, hè, wat ons betreft 3 hoofdmaaltijden op een dag. En 2 of 3 keer iets tussendoor. Tussendoor eten is dus geen must. Weet je, dat is eigenlijk wat je zelf prettig vindt. Er is helemaal geen wetenschappelijke keiharde noodzaak dat je tussendoor moet eten. Het is eigenlijk zelf wat jouw lichaam gewend is. En het is ook wel eens goed soms. We zijn soms vergeten wat het is om trek te hebben en om even je trek uit te stellen. En zeker in de huidige omgeving waar je eigenlijk overal eten kan kopen, is het eigenlijk best wel fijn, zo leren wij in ieder geval onze kinderen dat, van dat je een kind kan leren van ja, maar je hoeft niet per se gelijk te eten als je trek hebt. Je kan soms best even wachten tot je thuis bent en daar dan je boterham eten of wat dan ook. Kies vooral volkoren. Nou, volkoren, je hebt op heel veel producten staat volkoren, maar wat betekent volkoren eigenlijk? Nou, dat het van de in zit. En dat kan je het beste zien aan het etiket. Door te kijken hoeveel vezels zit er per 100 gram in. Is het minimaal 6 gram vezels per 100 gram, dan weet je zeker dat het volkoren is. Kijk je naar andere producten, dan is volkoren geen wettelijk beschermde term. Bij brood is volkoren wettelijk beschermd. Dus fabrikanten mogen echt alleen maar volkoren opzetten als het dus echt van die hele graankorrel is gemaakt. Maar dus bij andere producten, bij crackers, bij wraps, bij wat dan ook, is dat niet zo. Dus daar is het eigenlijk altijd een beetje de vraag, ja, hoe volkoren is het? Nou ja, onze tip daarbij, kijk gewoon naar het aantal vezels. Vergelijk 2 producten, kijk eens waar de meeste hoeveelheid vezels in zitten. En hoe meer vezels, hoe gezonder eigenlijk.
Nou, wat zijn onze tips? Drink vooral suikervrij. Drink water, drink thee of koffie zonder toegevoegd suiker. Want juist die suikers, dat is echt heel erg bewezen in veel wetenschappelijk onderzoek, dat suikerhoudende dranken echt een relatie hebben met overgewicht en met allerlei chronische ziekten die daar het gevolg van zijn, van die overgewicht. Dus zoveel mogelijk suikervrij drinken is voor je lichaam het beste. Groente kun je bij elke maaltijd eten. Check je portie, nou daar hebben we het over gehad. En wat ik net zei, ja, als je geen honger hebt, geen trek hebt, ja, dan hoef je ook niet per se te eten. Luister naar je lichaam vooral. Ja, dat is echt het gezonde boerenverstand. En ja, zoals we net even flauw indoken op die criteria, die richtlijnen van die schijf van vijf. Want daar hebben natuurlijk echt wel een heel team van experts en wetenschappers dat samengesteld. En er zitten echt wel goede gedachten achter. Maar als je alles gaat vangen in cijfertjes en in systemen, dan kom je soms gewoon op rare kwinkslagen uit. Nou, als je die schijf gewoon gebruikt eigenlijk voor basisvoedingsmiddelen. Gewoon normale groenten, noten, peulvruchten, ei, vlees, vis, fruit. Nou ja, dan kan je die schijf heel goed gebruiken om eigenlijk te variëren binnen die vijf vakken. En met variëren, dat is heel fijn, dan krijg je niet alleen heel veel voedingsstoffen binnen, maar je beperkt ook het risico dat je te veel schadelijke stoffen binnenkrijgt. Want overal zitten positieve dingen in, maar vaak ook overal zitten ook wel een paar dingen negatief in of minder goede stoffen voor jezelf. Denk bijvoorbeeld aan spinazie, daar zit oxaalzuur in. Of en volkorenproducten zit fitinezuur in. Dat is helemaal niet erg, hoef je helemaal niet wakker van te liggen. Dat is helemaal geen probleem. Maar door te variëren met onze voedingsmiddelen krijgen we daar ook niet te veel van binnen. Dus hoef je daar ook geen zorgen over te maken. Dat is eigenlijk wel fijn. En als je vooral kiest voor gezonde, gewone, gezonde basisvoedingsmiddelen die je eigenlijk gewoon zelf bereidt, net zoals die mevrouw zei, zonder pakjes en zakjes, maar dat je gewoon weet dat het door je handen gaat, dat je het snel zelf snijdt en kookt en wat dan ook. Ja, dan is het ook helemaal niet erg om af en toe iets, ja, die zak chips open te trekken af en toe, of dat lekkere wijntje of die bitterbal. Weet je, dat kan dan gewoon prima in balans zijn. Dus ja, als je gewoon gezond eet, dan hoef je ook niet echt op feestjes die vieze spinazie, tarwe, gras, cocktail te drinken, zeg maar. Maar dan kan je ook af en toe gewoon een keertje lekker, hè, iets lekkers eten. Iets anders lekkers, want basisvoedingsmiddelen zijn natuurlijk ook hartstikke lekker. Maar in ieder geval, als je iets ongezonds doet, gewoon niet te vaak en niet te veel. Weet je, houd maat. En ja, dat is ook iets wat natuurlijk al jaren oud is en ja, misschien niet zo hip. Maar ja, het zou wel mooi zijn als dat een blijvend iets is. Want ja, daarmee heb je gewoon een verantwoord voedingspatroon. Dat helpt je. Nou, nu hebben we het eigenlijk gehad over de kern van gezond eten. Hè, of verantwoord eten, dus vooral basisvoedingsmiddelen. Het rijtje wat Manon net zei. Hè, dus kies vooral voor koren en ja, drink vooral niet te veel suikerhoudende dranken. Maar we zouden ook wat vertellen over dieethypes. En we hebben gewoon een paar even willekeurig opgeduikeld. En die willen met jullie heel graag nalopen. Even kijken of jullie er ook van gehoord hebben, wat jullie ervan vinden. Rens Kroes, is die hier ook een beetje neergedaald? De Azijn Challenge. Wie kent hem, de Azijn Challenge? Je kan nog meedoen met Rens. Iemand? Nee? Nou, Rens heeft het echt helemaal ontdekt. Je hebt namelijk troebele azijn. Dus een azijn is een gefermenteerd product. En als je dus het ongefilterde product hebt, dan zit er nog een beetje ja, probiotica eigenlijk in, hè, zou je kunnen zeggen. En Rens die drinkt daar elke dag 1 of 2 bekers van, in ieder geval in de ochtend en soms ook in de avond. Een glas van, laat me zeggen, een glas water, in de winter warm water, in de zomer koud water, daar wijdt ze allemaal over uit. Met een eetlepel van dit spul, dat roert ze dan en het gaat aan een RVS-rietje wat je ook bij Rens kan kopen, net zoals de azijn. €20 per liter. En, nou, niet overdrijven, €19,80 per liter. Schaam per half liters. Maar je haalt het er ook uit, want het is goed voor je huid, het is goed voor je darmen, voor je maag, blaasontsteking. Nou ja, voor heel veel problemen is het goed. Zou u het adviseren als huisarts? Mag ik u dat zo vragen? Nee, nee hè? Nee, ik ben blij toe. Nee, ja, we hebben het lichaam, hè, als je jezelf wil reinigen, detoxen eigenlijk, want daar heb je allemaal thees voor. En ja, je kan er modder van alles mee doen en je kan van alles met detoxen. Maar eigenlijk heb je gewoon een lever in je lijf.
En dat is de grootste ontgiftingsmachine van je lijf. En die zorgt de hele dag eigenlijk dat alles wat binnenkomt en wat niet oké is, via je voeding in ieder geval, dat onschadelijk wordt gemaakt. En daarnaast je nieren, die helpen ook nog eens een keer om een hele boel ook in orde te houden. Dus ja, het enige manier hoe wij van gifstoffen afkomen, dat is door onze goed werkende lever. Daar doet zo'n een troebele natuurazijn helemaal niks aan. Nou, maagzuur, daarvoor is het heel fijn, zeggen ze. Nou ja, dat zegt zij, ze geeft aan dat het niet bewezen is, maar wel, zij voelt zich daar fijn bij. Dus daar kan je ook een beetje aan gaan twijfelen hoe dat zit. Nou ja, het is zuur en als je last hebt van maagzuur, dan ga je dat ontzuren. Dus dan neem je maagzuurremmers, dan maak je de boel minder zuur. Maar ja, azijn is alleen maar net zo zuur als je maagzuur ongeveer. Voor je darmen, ja, eigenlijk in je maag wordt alles zuur gemaakt voordat het eigenlijk richting darmen gaat. Ja, die eetlepel azijn maakt dan ook niet meer uit, zeg maar. Zoveel zuurder wordt het dan ook niet. Dus dat doet ook niet zoveel. Ja, dan zou je nog kunnen zeggen die probiotica stam die daar dan in zit. Nou ja, het is best wel moeilijk om een probiotica te vinden die echt je maag overleeft. Hè. Dus daar wordt heel veel onderzoek naar gedaan. Het zou kunnen natuurlijk dat zij net toevallig per ongeluk die in haar fles heeft gevonden. Maar we denken toch met z'n allen meer dat toch een placebo effect is. Dus ja. Ja, dit is nog eens een keertje het verhaal. Het schijnt ook heel goed het make-up van je huid af te doen. Dus als je toch zo'n fles hebt, kan je het in ieder geval als gezichtstonic gebruiken. Dus ja, dit is wel echt wel een hype. Maar je kan er opzoeken op Facebook of op internet. Je kan nog meedoen. Ja, dan de suikervrij hype. Wel eens wel gehoord? Ja? Hier een mooi recept. Staat hier straks naast over suikervrije bananencake. Nou, wat denkt u? Kan dat? Niet? Ik hoor veel groes. Wie denkt van niet? Bananencake is niet suikervrij. Waarvoor denk je dat? In banaan zit al suiker. En de mensen die denken dat het wel kan, suikervrij? Is daar iemand nog van? Nou, laten we even kijken wat erin zit inderdaad. Nou, dit is het recept dus, wat er allemaal in zit. Die dadels die erin... Oh, nee, eerst een verhaaltje over suiker, sorry, ik ging te snel. Wat zijn suikers eigenlijk? Nou, de suikers die we kennen, dus kristalsuiker bijvoorbeeld, tafelsuiker, zoals we in het potje hebben op tafel om eventueel een thee te doen, zijn opgebouwd uit enkele suikers. En die enkele suikers zijn glucose, fructose en galactose. Het zijn ook de enige enkele suikers die er bestaan en die vormen samen, afhankelijk van hoe ze dus gecombineerd worden, de suikers die we kennen. Dus kristalsuiker, galactose en glucose vormen samen melksuiker, lactose, dat zit dus in melk en zuivelproducten. En moutsuiker is een combinatie van twee glucoses en dat vind je terug in brood bijvoorbeeld. Ja, kan je het mee kleuren, zeg maar. Dat bruine kleurtje, zeg maar, als op het etiket mout staat. En je kijkt naar de ingrediënten en denkt, maar 3 gram vezels, hoe kan dat zo bruin zijn? Kan dat dus moutsuiker zijn? Want dat bruint zo lekker tijdens het bakken. Ja. En als we kijken dan, wat zit er nou eigenlijk in fruit? Want inderdaad, in fruit zit suiker. En die fruitsuikers zijn eigenlijk gewoon dus die exact dezelfde bouwstenen als wat er in dat kristalsuiker zit, in dat suikerklontje. Dus in fruit is eigenlijk ongeveer de helft is al gecombineerd als kristalsuiker. En je hebt de helft, dat is echt zo'n los bouwsteentje glucose en los bouwsteentje fructose. Dus ja, dat suiker in fruit functioneert gewoon in ons lichaam als suiker. Ons lichaam heeft geen enkel idee waar die suiker vandaan komt die binnenkrijgt. Die ziet gewoon die bouwstenen van suiker en die gebruikt die bouwstenen. Dus als we teruggaan even naar het recept. Nou ja, die dadels is 140 gram suiker. De bananen, 40 gram suiker. Amandelmeel is 28 gram suiker. En tot slot hebben we nog wat pekannoten en dat is 4 gram suiker. Dat maakt samen, doe ze gokje, hoeveel suikerklontjes zitten er in deze bananencake? Heeft iemand iets te roepen? 25 hoor ik. Meer, iemand minder? 20? 53 klontjes suiker. Dat zit er in de suikervrije bananencake. Dus ja, bananencake zonder suiker. Nou nee, bananencake zonder toegevoegde suiker, maar met natuurlijke suikers.
Ja, en er wordt natuurlijk altijd wel een verschil gemaakt, hè, met hoe het verpakt is, die suiker, zeg maar. Eet je een appel, dan zit er suiker in. Of eet je een handje nootjes, dan zit er heel klein beetje suiker in. Niet zoveel, hoor. Maar ja, weet je, dan moet je op kauwen en dan moeten die cellen kapot. En het duurt wel een stuk langer voordat die suikers natuurlijk meteen in je bloed komen. En als je die sinaasappelsap van net dronk, zeg maar, of die druivensap, dan komt dat meteen vrij. Dus er zit natuurlijk wel een verschil, of een suikerklontje zo eet, tussen de manier waarop het verpakt is. Maar ja, uiteindelijk, het is gewoon cake. Weet je, en dat is prima. Ik hoop dat die heel lekker is en dat je ervan geniet. Maar ook hier kan je niet te veel van eten. Avocado-pitten. Wie eet wel eens avocado's? En wie doet er wel eens wat met de pitten? Niet per se eten. Je kan ook je kleding mee wassen. Je wol. Kleuren. Wat zeg je? Planten. Ja, lijkt me heel verstandig. Ik hoorde dus ook dat je er wol mee kon kleuren. Vond ik ook heel leuk om te horen. Wie heeft ze wel eens geprobeerd te eten? Of wie heeft wel eens gehoord dat je ze kan eten? Nee? Dan zitten jullie in de goede... Als mochten jullie in Facebook zitten, zitten jullie in de goede groepen. Daar komt die langs. Ja, avocado pitten. Laat me zeggen, die avocado die wordt gezien als heel gezond. Nou, er zitten natuurlijk ook hele goede gezonde voedingsstoffen in. En de enige vrucht, of een van de weinige vruchten waar ook goede vetten in zitten. Want vet zit doorgaans niet in groente of fruit. Maar die pitten, daar wordt op internet nu echt van geroepen, eigenlijk sinds vorige zomer. Dat die pitten nog gezonder zouden zijn dan die hele avocado. Dus nooit meer weggooien was het advies. Nou, how-to filmpjes bekeken, wat je ermee moest doen. Nou, je moest hem eruit halen, pelletje eraf, dan in de oven, uit laten drogen. Nog een schilletje eraf, dan hakken, dan in kleine stukjes. En dan in de blender en dan krijg je dit poedertje. Ja, en dat is gewoon de oplossing van alles, leek het. Maar dat is dus niet zo. Nou ja, jullie weten dat gelukkig, jullie hebben wel een gezond boerenverstand. Daar zijn we heel blij mee. Maar het is zelfs echt wel een hype geweest. Het voedingscentrum heeft naar aanleiding van die berichten en naar een ander bericht op internet, die is daarop gaan reageren, een reactie gegeven over steenvruchten, dat je die pitten van steenvruchten beter niet opeet, maar gewoon lekker in de grond stopt, inderdaad. Wat er gebeurt, er zitten cyanogene glycosiden in. Maar ja, ingewikkeld gedoe, zeg maar. Wat het betekent is eigenlijk dat er blauwzuur kan ontstaan. En dat blauwzuur, daar kan je gewoon ontzettend onwel van worden. En je kan ervan in coma raken en je kan er zelfs ook met je leven moeten betalen. Dan zou je misschien denken, nou ja, zou dat nou echt zo gaan? Ik weet niet of jullie deze meneer nog herinneren. Deze meneer, hij bestaat er nog. In ieder geval, hij heeft na het incident nog allemaal filmpjes opgenomen. We hebben hem niet meer verder getraceerd. Maar deze meneer die had trek en die was langs een natuurwinkel gelopen. En die dacht even een handje amandel of een zakje amandelnoten te pakken. Hij had even haast, dus had niet heel goed gekeken en had dus een zakje abrikozenpitten te pakken. Nou, die meneer die had dus wat minder, hij was onderweg, dus ik denk dat hij ook onbewust heeft gegeten en ik denk dat hij ook snel kon eten, want hij had een half zakje weggewerkt, voelde zich niet lekker, is naar de met de ambulance naar het ziekenhuis gegaan en dankzij een oplettende medewerker in de ambulance of in het ziekenhuis, ik weet niet wie het was geweest, maar die heeft dat zakje gevonden in zijn jaszak. En daardoor wisten ze dus dat het blauwzuur een reactie was op blauwzuur. En daardoor kon deze meneer het nog navertellen. Nou, het is uiteindelijk uit de handel genomen, in ieder geval bij deze winkel. Maar je kan het vast nog wel vinden. Maar welke steenvrucht dan ook, hè? Appels zijn ook steenvruchten. Is geen probleem als je een appelpitje inslikt, want dat zit gewoon in het vliesje en dat zit mooi verpakt. En als je een keer op hebt gebeten, dan is het ook heel beperkt. Maakt ook allemaal niet uit. En dan groeit ook geen appelboom uit je. Maakt ook niet uit. Maar laat me zeggen, ga het niet opzoeken. Dat is in ieder geval wel onze boodschap. Want er zijn echt wel heel veel filmpjes op internet te vinden en berichten dat dit een goed idee is. Maar ja, dat is het dus niet. Nou, wat we ook wel vaak horen, en wat we geven ook veel ouderavonden. En dan krijgen we wel eens de vraag van, ja, weet je, dit is dan een van die vragen die terugkomt. Of je dan echt alles moet eten wat uit de natuur komt. Weet je, of dat dan het idee is, of dat dan goed is, zeg maar. Dus met andere woorden, is bewerkt slecht? En de mensen die vraag stellen, die hebben eigenlijk vaak wel zo'n idee dat bewerkt echt super slecht is. Nou, ik ben zelf levensmiddeltechnoloog. Bewerken van voedingsmiddelen, ja, daarvoor heb ik geleerd, zeg maar. Dus ik dacht van, nou, even kijken hoe dit nou echt zit. Hè, met een afstandje van bekeken en veel besproken ook. Maar ja, weet je, de dingen die bewerkt zijn, gewoon een simpele bewerking zoals brood. Ja, volkoren brood. Hartstikke fijn dat dat bewerkt is. En dat je het in de supermarkt kan kopen. En dat het gewoon een tijd houdbaar is. Diepvriespinazie,
Na 3 dagen is het al verser dan als je het gewoon uit de winkel koopt en mee naar huis neemt. Want die vitamines, het loopt allemaal terug gewoon door zuurstof, door lucht, licht, door temperatuurwisselingen. En het is eigenlijk ook een hele economische oplossing, dat diepvriezen of in ieder geval in pot. Want het groente, dat komt maar gewoon 1 seizoen echt maar uit de grond. En dan is er heel veel en dan moeten we dat ergens laten. Dus eigenlijk is dat helemaal niet zo heel erg. Nou, tomatenblokjes, als je niet de verkeerde blokjes hebt. Ik weet niet of iemand de keurens iets van waarde heeft gekeken. Dat was echt indrukwekkend. Ik weet niet hoe, hoe jij daarop terugkijkt. Maar als je in ieder geval de goede tomatenblokjes, het ging daarover hoe die blokjes werden geplukt, zeg maar, en de misstanden daarin. Maar als we kijken naar het product, is dat echt wel een heel fijn product. Je kan de blikjes vergelijken waar minder toevoegingen aan zijn, dan is het alleen maar tomaten. En een beetje sap en een klein beetje, soms een klein beetje zout, soms niet. Je hebt in een handomdraai een snelle, gezonde maaltijd op tafel met wat extra groenten, zeg maar, als je daar nog wat bij snijdt. Ja, het kan echt een uitkomst zijn. En hiernaast zie je slurpfruit. En slurpfruit, ja, zo'n pakje fruit, zeg maar, lekker geperste fruit in een zakje, super. Nou, mensen hebben daar een bepaalde gedachte bij. Ik dacht, ik maak mijn zin maar even niet af. Maar we hebben naar het zakje gekeken en er zit heel veel verschil tussen die zakjes. Maar dit zakje hier zit dan 90 gram in, geloof ik. En vooral fruit. En er zit een heel klein beetje sap in. Ja, dan moet je gewoon een appel kauwen, weet je, of je kind gewoon een banaan geven. Dat is gewoon een veel beter idee natuurlijk. Maar als we het met een afstandje kijken, met ons gezond boerenverstand, als je onderweg of je kind gaat sporten, nou ja, misschien is dit wel een betere oplossing in plaats van die chocoladereep. Weet je, en zo is eigenlijk hoe wij elke keer naar voedingsmiddelen kijken. We zeggen nu niet, ga dit elke dag eten, helemaal niet. Maar een gewoon stuk fruit eten, kauwen, is een stuk gezonder dan sap drinken. Maar een smoothie of sap, ja, weet je, een smoothie waar dan nog een beetje moet kauwen, is wel weer een betere oplossing dan een hele bak vol chocoladesnoepjes, zeg maar. Weet je, dus het is maar net eigenlijk waar het elke keer mee vergelijkt. Ja, en dit is ook dan weer zo'n vergelijkbaar iets, hè? Van moet je dan eigenlijk niks eten wat meer dan 5 ingrediënten bevat? Hoeveel ingrediënten denken jullie dat er ongeveer in brood zit? 30 hoor ik. 10. En ribbelchips? 3, 4, nou ja, weet je, jullie hebben, nou ja, dit is duidelijk, hè, weet je, voor korenbrood prima in schijf van 5. De chips niet, ja, weet je, als je hem op ingrediënten gaat beoordelen, dan zouden we dat voor korenbrood moeten laten zitten en die ribbelchips kunnen we lekker eten. Dus dat is ook niet echt gezond boerenverstand met wat je moet eten. En de E-nummers dan, minder E-nummers is beter, hoor je ook wel eens. Laten we eens kijken. Stel, nou, de schuimbanaantjes, kennen we die? De snoepjes? Ja? Lekker? Ja? Bananen? Stel, we zouden een banaan in een fabriek namaken. Dus gewoon exact hoe een banaan nu is en al die wat erin zit, zouden we namaken in een fabriek. Hoeveel E-nummers denkt u dat erin zitten? 25 hoor ik, klopt dat? Nou, komt aardig in de buurt. Niet zoveel gelukkig, maar als je die 2 naast elkaar zet, zie je dus dat eigenlijk in dat snoepbanaantje veel minder E-nummers zitten dan wanneer je een banaan zou namaken. En E-nummers zijn eigenlijk ook niets meer dan hulpstoffen. Hulpstoffen om iets langer houdbaar te maken, om iets een bepaalde kleur te geven. Er zijn heel veel E-nummers vanuit de natuur. Die worden ook heel veel gebruikt in voedingsmiddelen. We vinden producenten heel erg fijn, want dan kunnen ze heel mooi een naampje erop zetten in plaats van een E-nummer. En dan denken wij als consumenten, oh, dit is veel beter. Maar het is exact hetzelfde stofje als het E-nummer dat in de fabriek wordt gemaakt. Dus laat u ook vooral daar niet door foppen. E-nummers zijn prima. Die zijn veilig bevonden. En wat je soms kan afvragen bij E-nummers, ja, weet je, het product waar het in zit. Is dat nou iets wat ik nodig heb, weet je? Die schuimbanaantjes, ja, is heel erg lekker af en toe, maar is niet iets wat ik dagelijks per se nodig heb. En banaanfruit, ja, dat is toch wel goed om dagelijks te eten. Nou, door op het fruit. An apple a day keeps the doctor away. Wie kent hem niet? Is dat verstandig?
Nou ja, eigenlijk wel als je hem kijkt vanuit van dagelijks fruit, is het natuurlijk een van de dingen wat wel gewoon gezond boerenverstand is. Ja, dagelijks fruit eten, maar vooral ook variëren, zoals we eigenlijk al eerder hebben gezegd. Dus gewoon gezond eten, volgens ons. Ja, is eigenlijk al samenvattend vooral basisvoedingsmiddelen. En dus eigenlijk liefst onbewerkt, hè, de pure groenten, fruit, noten, hebben we net ook over gehad. Gewoon volkoren brood. Hè, dus nou, hoe minder plastic, hoe minder bewerkt, hoe beter eigenlijk. Variëren, hè, dus ook binnen je brood variëren, binnen je fruit, binnen je groenten. Ja, breng daar variatie. Dat is ook leuk, dat maakt het ook lekker, dat houdt het ook, hè, fijn. Vast eetritme. Ja, wij denken echt dat dat echt een goed idee is om dat te doen. En vooral ook niet te vaak te eten, hè, dus die trek ook echt even te bewaren. Daarom is het eetritme ook zo fijn, hè? Weet je, dat in ieder geval, dat vind ik fijn met kinderen in ieder geval. Dat ik in ieder geval zeg, nou, het is nu 11 uur, weet je, bewaar je trek nog maar even tot 12 uur, weet je, dan gaan we lunchen. En dan begrijpen ze dat ook. Dus dat is ook heel fijn dat je dat ook kan gebruiken en dat ze dat ook op die manier oppikken. Nou, dranken liefst zonder suiker. Dat is ook bewezen. Nou, eetsnelheid en portiegrootte. Het zijn vaak toch wel dingen die je in de hand hebt. En een van de grappige dingen waar wij dan hierover nadenken waren, ja, dan moet je gewoon, als je dan een broodje hamburger wil eten, of zo'n stokbroodje doen in plaats van zo'n zacht broodje. Weet je, er zijn allemaal van die mogelijkheden waarbij dat dan misschien die eetsnelheid kan vertragen. Dus misschien doe je dat ook wel onbewust. Dus eigenlijk lijkt het lijkt gewoon heel simpel. Ja. En dat is het ook. Ja, of toch niet? Want wij wonen toch wel in een wereld waar gewoon alles te koop is. Hè? We hoeven gewoon niet op zoek naar wortels bij de boer of naar eten of nog ergens iets is. Wij gaan gewoon naar een supermarkt. Daar is alles op één plek, super goedkoop. In grote verpakkingen, super lekker, gevarieerd aangeboden. Waar je lekker van blijft dooreten. Ook met E-nummers die je gewoon aanzetten om door te blijven eten. Waarvan wij denken, dat zijn nou net die producten die je net niet nodig hebt. Maar op een zwak moment kunnen die toch in je karretje belanden. Ja, en dan heb je zo'n etiket en dan is het misschien toch minder simpel. Dus voor ons is het eigenlijk het advies naar jullie. Nou ja, hè, gebruik vooral je boerenverstand. Ja, eigenlijk wat in ons boek staat is heel old school. Jaren 80 was het eigenlijk ook al zo. Hè, eetritme met mate, je niet overeten, gevarieerd, basisvoedingsmiddelen. Dus, maar toch is het wel belangrijk om dat toch te blijven zeggen. Want met z'n allen hebben we er toch echt moeite mee. Met z'n allen hebben we toch, ja, om met die omgeving van ons mee om te gaan. Dat was onze presentatie. We hopen dat jullie wat hebben nieuws gehoord misschien. Of in ieder geval jullie vermaakt hebben deze avond. Dat is ook wel belangrijk. Als je nog vragen hebt, stel ze gerust nu natuurlijk. Maar je mag ook altijd mailen naar info@voedingsjungle.nl. Ik was even benieuwd. Heeft u wat nieuws gehoord? De arts? Ja. Ja, dat is indrukwekkend, hè, dat hij dat zo gedaan heeft. Ja, leuk. Leuk om te horen. Nou, we hopen in ieder geval dat iedereen er iets van heeft meegekregen. Alvast een applaus voor jullie. Voor jullie verhalen over eten en drinken en diëten, maar gebaseerd dan op wetenschappelijk onderzoek. Even een vraag aan jullie voordat ik jullie de gelegenheid geef. Jullie hadden het over eetsnelheid, dat dat belangrijk is. Hè? Dat je niet te snel moet eten. Dat het ook van belang is dat je soms producten hebt waarop je kunt kauwen. Dus niet die smoothie, maar juist een stuk appel. Maar wanneer merkt je lichaam na hoeveel minuten dat je verzadigd bent? Het duurt wel 20 minuten, zeg maar. Okay. Dus dat is ook fijn. Als je snel eet, dan voel je dat niet. Maar het kan wel tot 20 minuten duren. Dus wat ook van een van die tips dan in een van die 100 dieetboeken is, van een portie en stop dan. En ga dan even van die tafel af. En als je dan echt niet denkt van nou, ik heb echt nog echt honger. Ja. Zeg maar dat gevoel of echt trek. Dat je dan nog wat gaat eten, maar vaak is het dan al voldoende. Ja, dus niet zoals sommige mensen doen, dat ze direct een tweede portie opscheppen. Nee. Zodra hun bord leeg is. Je ogen zijn groter dan je maag. Ja. Je maag is eigenlijk ook niet zo groot. Dus nee, eigenlijk is dat niet vaak niet nodig. En verder las ik ergens dat in Brazilië, er in de voedingsrichtlijn, dus daar is denk ik ook een soort schijf van 5, dat daarin staat dat het van belang is dat je niet alleen eet, maar dat je altijd samen eet. Ondersteunen jullie dat ook?
Ja, zeker. Ik denk dat het heel belangrijk is om sowieso rustig aan tafel te eten. Dat helpt ook weer met dat gevoel van verzadiging krijgen. Helpt je honger en verzadigingsmechanismen. Maar eten is ook iets sociaals. Het verbindt mensen. We vieren ook dingen met eten natuurlijk. En dat mag ook, want het is ook iets sociaals en iets leuks. Oké. Vragen. Wie een vraag? Oh, ik zie er al heel veel. Even kijken hoor. Ik begin eerst hier. Ja, jullie hadden het over eetmomenten via de voedingscentrum. Bij Duitse onderzoeken is altijd gebleken dat 3 eetmomenten altijd beter is in verband met de glycemische index. Want die insuline moet werken en de alvleesklier moet werken. Ja. Dus ik ben het niet helemaal eens met wat in de schijf van 5 staat. Ja, je hebt gelijk dat op het moment dat je iets eet, dan gaat je glucose-respons aan natuurlijk. Hè? Dan weet je, er komt glucose in je lichaam en dat moet verwerkt worden. Daarvoor heb je insuline. Wat je eet is heel erg van invloed op hoe snel of langzaam dat gaat. Dus op het moment dat je iets met volkoren eet, eiwitten, dan ben je langer verzadigd. En dan gaat die glucose-reactie gaat eigenlijk langzamer dan wanneer je bijvoorbeeld koek, cake, weet je, de snelle suikers zoals ze het dan noemen. En dan, de snelle suikers, daarmee wordt eigenlijk vooral bedoeld dat het gewoon sneller in je lichaam is dan wanneer het nog verpakt is in een hele graankorrel of in een stuk fruit. Dus in dat opzicht heb je gelijk dat bij vaak eten, afhankelijk van wat je eet, kan je dus een snellere glucose-respons hebben en daarmee ook weer die snellere dip. Maar dat is echt heel erg afhankelijk van wat je kiest. We horen het wel eens hoor. Dat begeleiden ook in kleine praktijk, zeg maar, gezinnen en kinderen. En wel eens van, ja, als ik die appel eet, krijg ik juist trek. Ja, dat is natuurlijk, hè, de appel is eigenlijk gewoon een zakje water met suiker en een, ja, hier en daar een flintertje vezel en hier en daar een verdwaalde vitamine. Dus dat er suiker in, het is gewoon een soort van limonade waar je dan op koudt. Maar dan krijg je inderdaad dus die piek, zeg maar. Dus als mensen dan echt zeggen van, nou, ik trek echt die ochtend niet door, bijvoorbeeld. Ik heb echt wat nodig, het is heel erg verschillend. Ja, dan zou je daar bijvoorbeeld een handje noten bij kunnen eten, waarmee je meteen die index naar beneden brengt. Die index is best wel ingewikkeld, daar hebben we ook wel eens naar gekeken. En als je kijkt naar witte pasta, hè, wit brood, wit, dat is gewoon één grote ketting van suiker die in je lichaam komt en ja, direct ontbonden wordt, dus daar al die vrije suiker, dus vandaar die piek. Maar gooi daar een grote kledder of een kledder room overheen, wat ook niet per se meteen het heel veel gezonder maakt, trekt wel meteen die glycemische index naar beneden. Dus die glycemische index is in die zin, als je gewoon gezond bent en niet met je bloedsuiker heel veel hoeft te doen, zouden wij hem eigenlijk liever een beetje links willen laten liggen, want hij maakt het heel ingewikkeld. Kies je vooral gezonde basisvoedingsmiddelen, dan zit je sowieso goed, want dan zit je al meer in vezels, de eiwitten, de goede stoffen en minder die snelle suikers. En ja, de een die gaat dus heel goed op 3 maaltijden, of zelfs 2 maaltijden op een dag. En de ander die heeft echt wel iets nodig, of die denkt in ieder geval dat hij wat nodig is. En dat is natuurlijk ook de vraag, hè? Heb je dan echt trek omdat je dat geleerd hebt, dat koffie bij de, koekje bij de koffie? Of is dat omdat je echt trek hebt, zeg maar? Mm-hmm. Ja. Ja. Ja, er loopt nu steeds meer onderzoek naar dat. Dat intermittent fasting is dat ook, hè? Eigenlijk, weet je, ja. we vasten natuurlijk eigenlijk allemaal tussen. Ja, wacht even. Zouden jullie kunnen vertellen wat intermittent fasten is? Hoe vast je dan? Ja, hoe nou, lang? Er zijn verschillende vormen van. Ja. Dus sommige mensen doen het volgens mij. Vul aan als ik het als ik iets vrees. Volgens mij dan 1 dag helemaal niks eten of alleen drinken. Volgens mij water, thee, koffie, bouillon mag je dan. En voor de rest mag je dus niks vast eten. Ja. En dat doe je dan 1 dag lang. En dan mag je de andere dag mag je het weer wel. Sommige mensen, intermittent fasting is ook al, als je bijvoorbeeld 's ochtends ontbijt en 's avonds alleen een avondmaaltijd eet, dan heb je natuurlijk ook een tijdsperiode waarin je lichaam niks binnenkrijgt. Dus het gaat er eigenlijk om bij intermittent fasting dat je een bepaalde tijdsduur hebt tussen je eetmomenten. Ja. Die dan eigenlijk groter is dan wat dan je normaal ja, zou ja. doen. Oké. Jullie vroegen zo net van, heeft u wat nieuws gehoord? Ik heb dus wel iets nieuws gehoord. Als ik een appel eet, want ik denk ook altijd een apple a day keeps the doctor away, dan eet ik die altijd met huid en haar op. Met andere woorden, alleen het steeltje blijft nog over. En zelfs de pitjes die kauw ik. Maar dat is dus helemaal niet goed.
Nou, jullie... Ik sta er nog, maar... Dat gaat goed, hoor. Nou, het is niet aan te raden om de, laat me zeggen, om de pitjes ook echt op te eten. Oké, okay. Nou, ik ben heel blij dat ik er nog ben. En het is wel leuk met pitjes, zeg maar. Want lijnzaad bijvoorbeeld, dat wordt toegevoegd. Omdat daar allemaal gunstige omega-vetten in zitten. Die hele, het is ook nog een heel verhaal over disbalans van omega-vetzuren. Nou, gaan we er niet mee vermoeien op dit moment. Maar wat wel interessant is, als die lijnzaad, als je die zo over je muesli strooit en dat eet... gebeurt er helemaal niks. Want dat pitje zit zo goed verpakt. En die vetzuren zitten in je lichaam heen. Dus tenzij dat je echt heel goed koudt. Maar dan nog ben ik benieuwd hoe ver je dan... Maar als je gebroken lijnzaad doet, dan gebeurt er veel meer. Want dan komen die goede vetten, zeg maar, vrij. Dus alles is elke keer eigenlijk letterlijk hoe dingen verpakt zijn. Ja. En wat je ermee doet. In hoeverre je het zelf voorbewerkt om door je lichaam op te kunnen laten nemen. Dat maakt dus uit. Ja. Ja. Oké, okay. Nou ga ik die pitjes wegspugen. Kijken hoe ver ik kan komen. Ik zag nog meer vingers. Voorbeeld van bewerkt en onbewerkt voedsel en wanneer dat nou goed is of juist slecht. Als je gaat bewerken om dingen te conserveren. Hè, dus spinazie blancheer je even en die hak je en die doe je in de diepvries. Hè, dat doe je dan voeg je geen extra stoffen aan toe. Dus daar helemaal niks mis mee. Als je brood gaat... maken in de supermarkt en je wil dat hij gewoon 3 dagen lang nog een beetje lekker is, dan is er ook niks mis mee, zeg maar. Dat is allemaal geen probleem. De bewerking zit hem eigenlijk meer in die ultra high processed foods. Dus de fast food, de snacks, de dingen die gemaakt zijn om lekker snel gedachteloos weg te eten. Dus niet de basisvoedingsmiddelen. De basisvoedingsmiddelen die je gewoon uit de supermarkt koopt, die zijn allemaal bewerkt. Maar ik vind het fantastisch dat we heel veel dingen zo kunnen bewerken. Want anders kunnen we niet alle monden voeden hier gewoon in Nederland al, maar ook niet op de aarde, zeg maar. Dus natuurlijk, het is altijd een betere oplossing, hè, om minder bewerkt, minder toevoegingen. Want in het brood, moeten daar 18 ingrediënten in zitten. Nee, als ik het zelf bak, zitten die er in ieder geval niet in. En ik denk ook dat ik ze niet allemaal nodig heb, die 18 ingrediënten. Dus dat er niet altijd per se beter van wordt. Maar het is wel een fantastische manier om dingen houdbaar te maken of dingen beschikbaar te maken voor een langere tijd. Dus het verschil is eigenlijk die fastfoods en die ultra bewerkte dingen, hè, de minder pure producten. Dus tomatensaus uit zo'n poederzakje, zeg maar, wat allemaal gedroogd en bewerkt. Daar kan je van afvragen van hoeveel inhoudstoffen zitten daar nou nog in, zeg maar. Of is dat echt allemaal weggegaan tijdens het bewerkingsproces? Ik weet het niet, we hebben het niet onderzocht. Maar is dat een beetje een antwoord? Bewerkt vlees. Ja, dat is wel een last. Bewerkt vlees is eigenlijk bijvoorbeeld vleeswaren is bewerkt vlees. Of vlees waaraan zout is toegevoegd of kruiden, dat is bewerkt vlees. Bewerkt vlees staat niet in de schijf van 5. Heeft het voedingscentrum erbuiten geplaatst, omdat er aanwijzingen zijn dat bewerkt vlees het risico op kanker kan vergroten. Het zijn niet enorm grote effecten. Maar in zijn totaliteit kijkt het voedingscentrum niet alleen naar gezondheid, maar ook naar duurzaamheid. Mm-hmm. Nou, we weten ook dat het beter is voor het milieu om minder vlees, minder dierlijk te eten. Dus vanuit dat oogpunt en het geheel aan wat er bekend is over vlees, heeft voedingscentrum gezegd, nou, bewerkt vlees staat buiten de schijf van 5. Betekent natuurlijk niet dat je het nooit mag eten, maar dat is een beetje ook wat wij eerder zeggen, 80-20, weet je, zo af en toe is dat natuurlijk helemaal niet erg, kan het absoluut geen kwaad. Alleen je moet het niet in grote hoeveelheden eten. Welke bewerking is niet goed? En dan gaan we naar een volgende vraag. Wat je vaak ziet is dat er nitraatzouten aan zijn toegevoegd om het houdbaar te maken. En nitraat kan in je lichaam omgezet worden in nitriet. En nitriet is mogelijk kankerverwekkend. En dat is bijvoorbeeld wat onderzocht is. Tegelijkertijd weet je, dat nitraat zit ook in spinazie en dat kan ook omgezet worden in nitriet. En er is ook veel onderzoek gedaan als je dus varieert en van allerlei verschillende dingen wat eet. En niet alleen maar spinazie eet en niet alleen maar bewerkt vlees eet. Ja, dan is het risico eigenlijk niet zo groot. Oké, okay, volgens mij zag ik in deze hoek ook ergens een vinger. Zo niet, dan ga ik even iets anders vragen. Want jullie zijn allebei heel veel in de media geweest de laatste tijd. In de NRC, op televisie, over de nieuwe Nutri-score. En dat is iets...
Nou, dat is dus iets waar ik nooit naar kijk. Je schijnt in de supermarkt schijn je groene vinkjes te hebben en gele vinkjes en allemaal dingen. Ik kijk daar dus nooit naar. Dus ik heb zoiets van, waarom al die poeha over een nieuwe Nutri-score? Welk mens kijkt in de supermarkt naar zo'n vinkje of zo'n cijfertje? Durft iemand zijn handen op te steken? Ja, wie kijkt er in de winkel naar vinkjes? Groene vinkjes? Maar twee? Drie? Ja? Oké. Okay. Maar niet zo heel erg veel mensen. Nee, want ik heb zelf de indruk dat het meer iets is voor de supermarkten, voor de producenten van levensmiddelen, dan dat wij met ons gewone boerenverstand door de winkel lopen en denken van, oké, heb ik wel genoeg groene vinkjes? Ja. Vinden jullie dat ook? We zijn er ingedoken in al die voedselkeuzelogo's. En we hebben ook gekeken inderdaad, welke mensen gebruiken het nou? En eigenlijk zie je dat er vier groepen consumenten zijn. Kan je een beetje heel globaal zeggen. Je hebt de groep mensen die het inderdaad nooit gebruiken. Die kijken er naar, die zijn er echt volledig niet mee bezig. Je hebt een groep mensen die eigenlijk genoeg verstand hebben van voeding, dat ze gewoon de voedingswaardetabel bekijken. Dus ze hoeven niet een snelle idee te hebben van, is het nou gezond of niet? Nou, heb je dus nog twee groepen in het midden over. Daarvan is er één groep die wil wel heel graag weten van, nou, bevat het veel zout of bevat het veel suiker? Die heeft die interesse wel, maar heeft weinig tijd in de supermarkt. Dus voor die personen is het heel fijn om bijvoorbeeld een soort suikermeter te hebben, van dat je ziet heel snel van, oh, hier zit veel suiker in, daar zit weinig suiker in, of een zoutmeter. En dan heb je dus die laatste groep, en dat is dus de groep waarvoor zo'n Nutri-score kan werken. Dat is de groep mensen die eigenlijk toch wel fijn vinden om even heel snel te zien, oh, is dit nou gezond voor mij of niet? Okay. Maar dat is inderdaad één groep binnen een grotere populatie. Okay. Ja. Even wacht even hoor, want ik hou ook een beetje de tijd in de vraag. Nee, maar is het niet zo dat vinden ze onaantrekkelijk en ze willen graag aantrekkelijk zijn? Even, wat is er mis met, je dik vinden en dik zijn? Wat is er mis met dik zijn? Kunnen jullie dat vertellen, kort? Dat hangt er van af, zeg maar. Want niemand is exact hetzelfde. Hè? Er zit natuurlijk variatie in posturen. En we zijn allemaal wel een beetje meer op een of andere richting dat schoonheidsideaal gaan. Dat iedereen hetzelfde maatje 36 of misschien 38 moet hebben. Terwijl het gewoon, de gewicht is ook gewoon een normaalverdeling, zeg maar. Zoals heel veel natuurlijke biologische processen. Weet je, je hebt een groep mensen die wat zwaarder is, een groep mensen die wat lichter is en een grote groep mensen in het midden. Maar wat we de laatste jaren zien is dat die normaalverdeling opschuift. Dus waar vroeger het gemiddelde was, dat ligt nu een stuk hoger. En dat heeft wel echt te maken met onze voedselomgeving. Dat er gewoon heel veel verleiding in onze omgeving is. En dat het best moeilijk is voor mensen om daar weerstand aan te bieden. En als je dan te zwaar wordt tot zo'n niveau dat je gewoon daar echt fysiek last van gaat krijgen. Mm-hmm. En dan kunnen dingen optreden als diabetes, maar ook andere chronische ziekten. Dat is niet goed voor je lijf. Nee. Okay. Betekent niet altijd dat een hoger gewicht dus inderdaad meteen ziekte of probleem mee met zich brengt. Maar we zien dus wel die toename van die ziektelast. En dat levert wel problemen op. Dus dat is wel echt een serieus. Ja. Eigenlijk gezien de tijd wil ik het dit even afronden. Want ik beloofde nog een verrassing. Voordat ik die ga vertellen, wil ik graag eerst even een heel hartelijk applaus voor jullie tweeën. En misschien kan het nog wel zo zijn dat ik nog even iemand de gelegenheid geef om een vraag te stellen. Ik wil mijn collega's vragen of ze even willen helpen, want het scherm gaat nu omhoog. En er worden hier zo twee grote karren binnengereden. Die zijn dicht. In die karren zitten hapjes voor jullie, maar dat zijn niet zomaar hapjes. We hebben de koks van ons theatercafé in de Vrijhof gevraagd om samen met Manon en Michelle na te denken over twee gezonde borrelhapjes en twee ongezonde borrelhapjes.
Ik zal zo even, als het allemaal geopenbaard is, dan zal ik even wat hapjes al uitdelen. Voor iedereen is ook een hapje. Eén hapje van alle vier. Dus je mag in totaal vier hapjes eten, bedoel ik. De twee mensen die dit hier nu neerzetten zijn... Deze supervrouw is Ingrid Oude-Geerdink. En deze superman die hier achter een soort poppenkast nu zit. Ik geloof ook dat dit hier zo open gaat. Dit is Sander Schinkel. En ze worden geholpen door hun collega, maar jouw naam ben ik vergeten. Ik ben Guus. Guus. Ja. En wat doe jij? Guus, je achternaam? Guus de Haar. Nou, jullie kunnen het al een klein beetje zien. Ja, hier moeten de lampjes nog even mooi aan. Appel is dus onze cateraar hier in dit gebouw. En ik moet zeggen dat ik had Sander en Ingrid gevraagd om één gezond en één ongezond borrelhapje te maken. In samenspraak met Manon en Michelle. Maar het werden er steeds meer. Dus uiteindelijk vier. En het grappige is, ik zal even... Ja. Ik ga even iemand bij jullie uitzoeken. Iemand in het publiek. En die ga ik dit geven. Dit is een... bietenbal. Eerst even de vraag aan jullie als publiek. Is dit gezond of ongezond? Bij gezond, een bietenbal. Dus dit is een bietenbal gevuld met bietenstukjes. Is dat gezond? Graag de vingers omhoog. Ja? Of ongezond? Ook graag vingers omhoog. Oké. Jullie hebben verloren. Het is ongezond. Ja, en ik zal jullie vragen. Zouden jullie willen uitleggen waarom? Dan geef ik die aan iemand in het publiek. Ja. Alsjeblieft. Ik ben heel benieuwd wie je het vindt. Het klinkt heel gezond, ja, hè? Ja, klinkt heel gezond. Bietenbal, ja. Biet, groente, ja. Is gezond. Maar uiteindelijk is het natuurlijk gewoon een bitterbal... gefrituurd, vol vet. En iets wat je, nou, als ze een beetje afgekoeld zijn, want heel heet dan verbrand je mond, maar als ze afgekoeld zijn, best wel in een rap tempo achter elkaar naar binnen kan werken. Dus in dat opzicht is dat niet het meest gezonde hapje. Ja, ik vind dat heel erg jammer, want ik vind ze heel erg lekker. En ik had ze eigenlijk ontdekt als alternatief voor de bitterbal. Mag ik jou vragen, voordat je het tweede hapje neemt, hoe je hem vindt? Ja, ik vind hem lekker. Ja, hè? Ja, jammer hè, dat hij ongezond is. Ja, ja. Oké, ga ik even een volgend hapje pakken. Dat is deze. Ook met een wrapje is het. Gevuld met Ingrid. Waarmee is dit gevuld? Met hummus, sla en groenten. Nou, en het is ook nog een volkoren wrap, gevuld met groenten. Nou, die hoef ik niet, die vraag hoef ik niet te stellen. Hier, alsjeblieft. Heel gezond hapje. Even kijken, wat heb ik nog meer? Sander, zou ik hier een schaaltje van mogen? Dit zijn, Sander, zeg maar wat het zijn. Chipjes van diverse groentes. Chipjes van diverse groentes. Hoe klinkt dat? Wat denken jullie? Gezond? Gezond? Chipjes van diverse groentes of ongezond? Gezond? Handen omhoog. Is het in olie gemaakt of in de olie? Wacht even. Gezond en ongezond, dat zijn dus de meeste. Nu is hier een vraag. Is het in olie gebakken of in de oven gedaan? In olie. Wat zeg je dan, Diana? Ongezond? Ja, klopt. Nou, dan krijg jij het schaaltje. Alsjeblieft. Oké, en dan hebben we nog een laatste. Mag je daar even op inspelen? Ja, tuurlijk, Michelle. Die groentechips die zijn natuurlijk gekomen vanuit de hype dat mensen alle te weinig groenten eten. Dus nu is er een bloemkoolbodempizza. Er is broccolirijst, groentechips. Ja, overal die bietenbal, zeg maar. En die groentechips, ja, het is een hartstikke leuk idee natuurlijk om daar meer groente op die manier mee naar binnen te krijgen. Maar het is eigenlijk complete kul. Die aardappel is ook eigenlijk een soort van groente. Het hangt maar net vanaf welk land je woont of de groente is of niet. Maar er zit vitamine C in, er zit kalium in. Er is eigenlijk niet zo heel veel mis met die aardappel.
Als je nou een zoete aardappel gaat frituren, in een zoete aardappel zit veel meer suiker dan in die gewone aardappel. Dus wat eigenlijk de aardappelfabrikanten voor friet doen, die halen eigenlijk die zoete aardappelen al. Hè. Ze heel jaar zijn ze onwijs moeilijk aan het doen om de hele jaar die Franse frietjes even goudbruin te krijgen bij de Mac of bij de frietboer. Omdat heel veel suiker zorgt voor bruinkleuring. Dat geeft ook acrylamide. En acrylamide, ik weet niet of jullie dat ook in het nieuws hebben gehoord. Een consumentengids stond ook een heel verhaal. Acrylamide, nou, dat is ook echt een stof waar we met z'n allen heel erg voor uit moeten kijken. Of zo wordt het gebracht. Het is gewoon niet zo'n gezond stofje, dat klopt ook wel. Maar als je gevarieerd eet en gewoon basisvoedingsmiddelen, dan valt het wel mee. Dan krijg je er niet zoveel van binnen, gelukkig. En de fabrikanten letten daar ook op. Maar in die zoete aardappelfrietjes of zoete aardappelchips zitten dus veel meer acrylamide dan in een gewone aardappel. Dus eigenlijk als je gewoon een goudgeel chipje hebt, is dat misschien nog wel gezonder dan die zoete aardappelchips. Nee, dat is één verhaal. Dan het andere verhaal, overgebakken of frituurgebakken. Nou, vroeger deden we dat in reuzel en in allemaal dierlijke vetten. Dat was echt niet zo'n goed idee. Nu doen we het in plantaardige olie. Die plantaardige olie is eigenlijk best prima als je het goed frituurt op de juiste temperatuur. En daarna niet te lang, zeg maar, zodat het acrylamideproces ook niet te heftig wordt, is er eigenlijk niet zoveel mis mee. Alleen wordt het zo ontzettend lekker als je er een beetje zout overheen doet, dat je er gauw te veel van eet. Dus dat maakt het zo ongezond, hè, die portie. In de oven, daarvoor moeten levensmiddeltechnologen onwijze trucjes uithalen om het net zo krokant uit die oven te krijgen als uit die frituur. Dus wat ze nou doen, dat ze doen in dat voorproces, bakken ze al wat met olie en doen ze al wat trucjes, zodat het in die oven daarna krokanter uitkomt. Dus het is best wel een mythe om te denken, of van de gedachte, zeg maar, het is niet goed Nederlands dit, maar dat die ovenbitterbal gezonder zou zijn dan die frituurbitterbal, dat hoeft dus eigenlijk helemaal niet zo te zijn. Hij hoeft zelfs ook niet minder vet te zijn. Als je een goede bakker hebt, zeg maar, die dat goed kan doen, frituren persoon, dan hoeft dat niet slechter te zijn. Nee. Dus dat is even onderuit. Dit is een hapje wat jullie mij een paar dagen geleden nog suggereerden. Dit zijn taco chips met guacamole, hè? Met de avocado. Ja. Dus niet de pit van de avocado, maar gewoon avocado mousse. Ik ga dit geven aan de trainster van Bram Tankink, want onze allereerste Studium Generale van dit najaar, dat was een interview dat Peter en ik hadden met Bram Tankink, de wielrenner, die echt jarenlang heeft gewielrend. En zijn eerste trainster was deze mevrouw. Heb je dit hem ook wel aangeraden als voedsel? Of deed jij niet in voedseladviezen? 25, 30 jaar geleden was dat nog niet. Oh, dat was... Nee, 25, 30 jaar geleden was dat nog niet. Nee. Eigenlijk gezond eten en nuchter, helder, boerenverstand. En zijn vader zei altijd tegen mij, Agnes, zeg nou tegen Bram dat hij die cola laat staan. Oké. Namen na de koers altijd cola. Oh ja, heel. En zijn heel vader was een hardloper. En hardlopen en cola, dat past niet. Nee. Maar wielrennen en cola, ja, misschien vinden zij daar ook iets van. Vinden jullie daar iets van? Van wielrennen en cola? Nou ja, als je topsporter bent, dan is het natuurlijk wel iets anders qua voeding wat je nodig hebt. Is niet onze expertise. Dus wat dat betreft kunnen we er niet heel veel over zeggen. Ik kan me voorstellen dat als je zo'n enorme wedstrijd hebt gereden, dat je die glucose moet aanvullen. Dus dan is cola wel een manier. Ja, als je de Ronde van Vlaanderen doet en zo. Ja. Dank jullie wel voor de expertise die jullie wel hebben gegeven aan ons. En voordat jullie losbarsten in een daverend applaus, dus ook een hartelijk dank voor Sander en voor Ingrid. En ik nodig jullie alle uit, nadat jullie een applaus hebben gegeven voor deze vier mensen, om hier naartoe te komen. En proef dus zelf, hè. Voor iedereen is er van gezonde en ongezonde hapjes. Samen zo doen. Ja, fantastisch. Ja, hier. Ja, dit is iemand die heel veel doet met eten.